Kunt u nog iets vertellen over de nacht van de evacuatie? Dat je ging naar bed, of we lagen op bed. Op een gegeven moment werden we opgeschrikt door het geluid van de sirenes. Niet weten wat het natuurlijk was. Je hoorde de storm wel, maar dat gebeurde natuurlijk wel vaker. Maar toen was het zo heftig dat er ook geroepen werd in de straat: het water komt, de vloedplanken zijn doorgebroken. Ja, dat komt de straat in. En dan ga je het bed uit. He, je moeder is ongerust. En je denkt: wat gaat er moeten gebeuren? Je had dan wat spullen naar boven gebracht. Het eten wat al klaar stond voor de andere dag. Met het petroleumstelletje naar boven gebracht. Ja, toen nog wat spullen omhoog. Mijn broer vertelde van nog, dat hoor ik hem nog zeggen: van moeder, zal ik de achterdeur openzetten? Dan kan het water van voor naar achter. Maar toen ik dus de opdracht kreeg van mijn moeder: wil jij kijken hoe ver het water de straat al in is? Want dan kunnen we nog eventueel dit of dat nog overbrengen. En ik ben de straat ingelopen, richting waar ik dacht, daar komt het water vandaan. Een zwarte massa wat bewoog en op je afkwam, wat zo angstig is, want dat hou je niet tegen. Dus ik ben natuurlijk naar boven gevlucht met mijn moeder en mijn broer. Daar hebben we natuurlijk van boven door het raam alles water door de straat zien spoelen. En ja, angstig, bang. Niet weten wat er zou gaan gebeuren. En ook de mensen die aan de overkant door het raam keken, ook angst van wat overkomt ons. En dat was dan eigenlijk die nacht, dat was heel angstig. Het moment van de evacuatie, weet u dat nog? De evacuatie dat wij dus uit Zierikzee vertrokken, dat was, ik dacht, een eind van die week. Dus ik denk de eerste week van februari. Doordat mijn vader natuurlijk ook weer terug moest naar de zee, die moest weer varen, dat is de grote feit. En daar hadden we er waarschijnlijk toch wel afscheid van genomen. En wij konden dus naar familie in Austerlitz. We werden opgevangen in Rotterdam, waar we terechtkwamen dus. Met het vervoer van de Rode Kruisboot die uit Zierikzee vertrok. En toen kan ik me nog zo herinneren, die dijkdoorbraak, of die daar geweest was in de haven, of dus ja, het is een hele toegang naar de open ruimte zee, naar de Oosterschelde. En ik zag op een gegeven moment een dijkdoorbraak met het golven van het water wat de polder inging. Wat was heel erg angstig. Dat is het enige wat ik nog kan herinneren. En daarna is ook nu, ja, mijn verhaal eigenlijk te einde wat betreft de angst en het beleven van de watersnood.